We zijn te gast bij Noor en bij Salim Swidan. En jullie wonen hier, maar jullie hebben nog één. Jullie hebben een vader en moeder en één. Dus jullie zijn met een gezin van 5 personen en jullie zijn uit Syrië gekomen. Ja. Hoeveel jaar geleden was dat jullie uit Syrië kwamen? 4 jaar. 4 jaar geleden. Ja. En wat was de reden? Waarom zijn jullie vanuit Syrië naar Nederland gekomen? Ja, door de oorlog. Door de oorlog die daar was uitgebroken. Ja. En jullie zijn christenen, katholieken, rooms-katholieken, eigenlijk een van de christelijke minderheden in Syrië. Nu, hoe was het voor de oorlog? Maakt dat het niet uit wat je geloofde? Woonden jullie gewoon onder elkaar met moslims en met alle andere geloven? Of hoe leefden jullie daar van tevoren? Eigenlijk woonden we in onze eigen wijken of eigen gebieden. Dus het was echt moeilijk om met andere mensen of andere geloven te wonen. De reden was niet ons eigenlijk. Ja, maar we konden alleen met elkaar wonen. En dus er waren dorpen waar bijvoorbeeld de christenen alleen woonden. Ja. Toch heb jij je ook gestudeerd. Want je was 20 jaar toen je uit Syrië kwam. Wat studeerde je aan de Universiteit van Damascus? Ik heb scheikunde gestudeerd voor 4 jaar. Mm-hmm. Maar ik moest eigenlijk voor mijn graduation hier naartoe. Nu, in die tijd heb je me ooit eens verteld toen we kennis maakten dat je inderdaad jullie zijn bewust katholieken. Geen naam katholieken. Een van de dingen die jij deed, had ik begrepen dat er een bepaalde traditie is van het dragen van een kleed door meisjes. Wat is die traditie precies? De traditie is, sommige meisjes dragen de kleed van Maria, de blauwe kleed van Maria in mei of in august. Dat is een traditie voor meisjes. We houden daarvan en ik heb het geprobeerd in Syrië toen ik 18 jaar was, in mijn eerste jaar, op mijn universiteit. Wat zei men daarvan toen jij met een blauw kleed kwam en ook uitlegde, dat is omdat ik Maria vereer in deze maand. Ja, wat vond men daarvan? Sommige mensen hebben dat geaccepteerd, maar andere mensen vonden dat zoals een grapje, dat doesn't fit with the university. Dat past niet. Dat past niet, ja. Ik moest dat niet doen in het universiteit. Ik kan do dat in het andere plaatsen of andere maanden die ik vrij was. En met andere woorden, je bent altijd heel bewust katholiek geweest, je bent er vooruit gekomen, maar dat was niet altijd gemakkelijk. Ja. Dus vandaag, op het feest van de martelaren van Gorinchem, horen we Jezus zeggen, zij zullen u overleveren aan de rechtbank en uw geestelen, gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van mij. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor alle omwille van mijn naam. Als jij als katholiek naar bijvoorbeeld de universiteit gaat en je wilt kerstmis gaan vieren, wat zegt men dan? Ik herinner me in de laatste kerstmis van mij in Syrië in 2014. Ik zei tegen mijn leraar dat ik kan niet voorbereiden voor het examen, want kerstmis moet morgen zijn. En ze was echt boos en ze zei tegen mij, hier vieren we geen kerstmis. Als je wilt kerstmis vieren, je moet naar Europa. Hier zijn we moslims. We gaan niet kerstmis met jou vieren. Nu, op dat moment, je hebt dat altijd, je bent toch voor je geloof uitgekomen, maar dan begint de oorlog. En hoe is het met de christenen gegaan tijdens die oorlog? Wat is er tijdens de oorlog gebeurd, Salim? Ja, het was toch moeilijk voor ons. Ja, want ze willen toch geen christelijke mensen in Syrië. Ze zijn altijd toch in ons dat jullie moeten weggaan. Nu, wat heeft ISIS gedaan? Ze hebben, voor jullie? Ja, want ISIS zijn natuurlijk hele fanatieke moslims. Mm-hmm. Hebben ze de christenen vervolgd?
Ja, en veel moslims killed, zijn gedood door. gedood, ja, door ISIS of ja, en onze wijken en kerken gebombardeerd. Ja, dus de christelijke dorpen werden gebombardeerd omdat daar de christenen Ja, wonen. Ja, Ja. Ja. en dat gebeurt in de dag van Goede Vrijdag. Ja, er was bomberen op de kerk waar we waren. Ja. En één kind van 13 jaar was doodgegaan Dus door. jullie hebben op Goede Vrijdag werd jullie kerk gebombardeerd en het dorp en stierven christenen. Dus dat is echte vervolging. Jullie zijn naar Nederland gekomen en met welke reden zijn jullie geaccepteerd? Voor religieus reden. Dus jullie zijn echt omwille van de vervolging Ja, voor als christenen dat je in Nederland asiel hebt gekregen. we hebben geen politieke reden of andere reden, alleen want we zijn Ja. christelijk. Het evangelie gaat echt over vervolging. En Jezus zegt: je zult een voorwerp van haat zijn. Nou, jullie zijn twee jonge mensen die dat hebben meegemaakt, aan den lijve hebben gezien. En je hebt toen net ook verteld, Salim, dat je inderdaad de lijken hebt zien liggen in jullie christelijke dorp. En hier zijn jullie bezig om een nieuwe toekomst op te bouwen. Wat doe je op het ogenblik hier in Nederland? Ik studeer in Universiteit Maastricht, Maastricht Science Program. I'm prepared to be a scientist. En ik bouw mijn nieuwe toekomst hier in Nederland en voor hier te blijven voor mijn hele leven. En volgens mij ga je ook nog trouwen over een paar weken. Ja, over een Ja? paar weken, In ja. Chevremont, nota bene. Chevremont, Nou, ja. heel fijn. We kijken daar naar uit. Salim, wat doe jij? Ja, ik studeer financiële administratie in het MBO in Maastricht. Jullie zijn jonge mensen met een hele ingewikkelde, moeilijke achtergrond als het gaat ook over het geloof. Maar we zijn heel blij met jullie getuigenis. En wij wensen jullie alle goeds toe hier in ons land. Dank je wel. Dank u wel.